Welkom allemaal op het najaarscongres, het zesde najaarscongres van Waternetwerk, Koninklijk Nederlands Waternetwerk. Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. Sommige mensen hadden wat vertraging vanwege het verkeer, maar het is toch gelukt. Dus ik hoop dat jullie een mooie dag hebben. Er is wat vertraging opgetreden. We hadden ook een themagroepbijeenkomst en een ledenvergadering hiervoor. Nou, dat ging allemaal heel goed, maar we zijn ietsje uitgelopen, maar daardoor zijn ook de mensen uit de file inmiddels gearriveerd. Welkom allemaal namens Waternetwerk, bestuur van Waternetwerk. Mijn naam is Monique Bekkenhutte, voor de mensen die me niet kennen. Ik ben directeur van het Waternetwerk en ik heb samen met Luc Rietveld, Fons Nelen en Piet Rijers hebben we deze dag vormgegeven. We hebben denk ik een interessant programma. Maar het is ook vooral belangrijk dat we met elkaar kennis delen en niet alleen luisteren, maar ook interactief met elkaar aan de slag gaan. Ik geef graag het woord aan de dagvoorzitter, Jan Tromp. Ik heb Jan Tromp gevraagd als dagvoorzitter, omdat ik hem bij een ander congres van de communicatievereniging Logeion had gezien. En ik vond dat hij het heel goed deed, leuk deed. Ik dacht, nou, dat past ook wel bij Waternetwerk. En Jan was bereid om deze dag vrij te maken voor ons. En ik geef hem graag het woord. Dank jullie wel. Dank je wel. En het is heel vervelend om te moeten beginnen met zulke hooggespannen, overdreven verwachtingen. Dus dank je wel, Monique. Die file was overigens de schuld van TomTom. En de CTO zal u zo direct uitleggen hoe dat komt. Waarom was ik bereid om deze dag te doen? Nou, eerlijk gezegd word ik vrij vaak gevraagd voor congressen. Ook omdat ik het leuk vind hier te staan en naar u te kijken in die veilige zetel. Maar vaak heb ik niet. Dus ik kies die congressen waarvan ik niks weet. En waarvan ik toch denk, daar zou je iets van moeten weten of daar kun je iets van opsteken. Van computers weet ik heel weinig. Wat ik ervan weet, wat ik ervan merk, is als ze het niet doen en ik in een staat van armoede verkeer. En van water weet ik ook heel weinig. Ik weet dat je aan de knop moet draaien en dat het dan aan zijn functie beantwoordt. Althans, in deze contraien. Er zijn omgevingen waar zelfs dat onmogelijk blijkt te zijn. Dus ik dacht, Jochie, je kunt daar wat leren. En we hebben twee voorbereidende besprekingen gehad met de sprekers van vandaag. En ik moet zeggen, dat was buitengewoon interessant en leerzaam. En we hopen van harte, dat willen we in ieder geval overdragen, hebben we met elkaar afgesproken. We hopen van harte dat we dat met u kunnen delen, moet je geloof ik tegenwoordig in lelijk Nederlands zeggen. Hoe dan ook, dat is me wel duidelijk geworden in die voorbereidende besprekingen. We moeten mee, we moeten vooruit. Er is ook in uw sector niet veel keuze. Om in uw termen te spreken, stilstaand water wordt al heel snel brakwater. Ik moest, toen ik dacht over wat ga ik nou zeggen, moest ik onwillekeurig denken aan Joop den Uyl. Ik heb hem redelijk goed gekend, de oud-premier en de voormalige PvdA-leider. En ik had het voorrecht dat ik met enige onregelmaat op zijn kamer kon komen in het oude Tweede Kamergebouw. Dat was altijd om te bespreken de vraag die hem beklemde, die obsessief was voor hem. Hoe komt het nou dat tweede kabinet Den Uyl mij is ontstolen en is het CDA, zijn de dissidenten in het CDA bereid om dat gehate kabinet met de VVD van Wiegel op te blazen? En daar wilde hij altijd meer over weten en hij had koesterde de illusie dat ik als politiek journalist hem daarover kon bijpraten. Hoe ook, daar gaat het eigenlijk niet over. Wat ik u wilde vertellen is dat we dan, was halverwege de jaren 80. Dan liepen we samen op door de gangen van het oude Tweede Kamergebouw naar zijn kamer. En dan passeerden we links en rechts kamers waar driftig getikt werd. Niet meer op de Remington,
zoals wij zijn opgevoed, misschien niet meer, maar ik in elk geval. Maar daar stonden personal computers. En stevast, altijd, keek Joop den Uyl daarnaar met een mengeling van meewarigheid en onwetendheid. En dan verzuchtte hij, ach, wat ben ik toch blij dat ik dat niet meer hoef mee te maken. En hij wist op dat moment nog niet hoezeer hij gelijk had, want hij is op kerstavond 1987 overleden. Nou, dat is het ene beeld. 25 jaar later, afgelopen week, ging ik met mijn dochter, 11 is ze, niet ouder dan 11, naar een schoolkeuzeavond. Zo moet dat tegenwoordig. Ik geloof dat we de komende maanden 15 scholen moeten bezoeken. Maar zij weet het al. Zij wil naar het, hoe heet dat, technasium. We kregen daarover informatie. Het is een nieuwe vorm. Daar wordt instemmend geklikt. Ik wist van niks. Het is een nieuwe vorm van middelbaar onderwijs waarop toverachtige wijze de beta-wetenschappen, beta-vakken, samenkomen met geesteswetenschappen en dat in een hoog gedigitaliseerde vorm. Ik keek ernaar, ik was lichtelijk verbijsterd, maar ik moet eerlijk zeggen, op het moment waarop ik me ervoor gewonnen gaf, was ik ook wel jaloers. Wat een prachtige vorm van kennisverrijking moet dat niet zijn. En dat meisje van 11, ze heet Julia, die gaat daar volgend jaar naartoe. Ze weet ze althans zelf zeker. Nou ja, u en ik worden vandaag bijgepraat over dat type stormachtige ontwikkeling. Op uw vakgebied uiteraard. En we hopen echt van harte dat u daar uw voordeel mee kan doen. Ons doel is eigenlijk u nieuwsgierig te maken. Of voor zover u dat al bent, dan behoort u vrees ik tot de uitzonderingen. Maar veronderstel, u bent al nieuwsgierig, zullen wij proberen uw nieuwsgierigheid te prikkelen en te voeden.